Direct na de vechtpartij werd Robert door de politie in eerste instantie neergezet als vredestichter. Hij zou de boel hebben gesust. Maar kort daarna veranderde de toon van de politie en werd gemeld dat hij wel degelijk een gewelddadige rol in het geheel had. Maar de nabestaanden van Robert die de bewakingsbeelden hebben gezien, willen dat dat weer recht wordt gezet. Zij zeggen al die tijd al dat Roberts rol heel klein was en zij strijden dan ook voor eerherstel van hun zoon. Want dat heeft hij verdiend. En dat is ook hetgene waar ik al al die maanden voor, voor vecht. Dat is wat ik wil. Je gaat niet mijn zoon onterecht wegzetten als vechtersbaas, terwijl die niet is. Het OM gaf vandaag tijdens de zitting ook aan dat de rol van Robert inderdaad heel klein is geweest. Wij zien Robert Gerritsen echt vooral als uh, slachtoffer in deze zaak. Hij is daar komen te overlijden als gevolg van die klap. Hij maakte deel uit van die Nederlandse groep en heeft ja, zeer beperkt deelgenomen. Hij heeft een, uh, een duw uitgedeeld, uh, maar hij is hier echt het slachtoffer uh, van een, uh, een hele nare, gewelddadige vechtpartij tussen twee groepen. De vader van Robert laat vandaag weten op zich blij te zijn met het bericht van het OM, maar hij vindt het nog niet ver genoeg aan. De familie blijft hopen dat het Openbaar Ministerie zich officieel verontschuldigt voor eerdere berichtgeving.